Vandaag, twee weken geleden, klaar om met jullie iets te delen, begint Natalia haar bericht op Instagram. De zangeres werd twee weken geleden namelijk ten huwelijk gevraagd door haar partner. Een onvergetelijke vraag op een onvergetelijk moment op een onvergetelijke. Frederik en Natalia vertoefden twee weken geleden in Jordanië. Daar liepen ze de halve marathon des Sables, een loodzware tocht door de woestijn van Jordanië. Het is op die plek dat Frederik Natalia ten huwelijk vroeg. En ik zei, ja, het leven is zo kort, soms moet je gewoon springen en de cirkel rondmaken. Dus mijn liefje dacht, laat ons nog eens iets zot doen. Wij gaan dan echt man en vrouw zijn hè, schrijft de zangeres. Natalia en haar partner Frederik zijn inmiddels vier jaar samen en kregen ook al twee kindjes samen. Dochtertje Bobby Lua en zoontje Ab.